Als mensen problemen ervaren in het dagelijkse leven, om welke reden dan ook, kunnen ze terecht bij een ergotherapeut. Een ergotherapeut houdt zich bezig met het betekenisvolle functioneren, het betekenisvol handelen. De dingen die voor u belangrijk zijn, die u graag wil doen, die u moet doen in het dagelijks leven, zijn onderwerp bij de ergotherapie. Alle ergotherapeuten handelen volgens richtlijnen. Voor Parkinson hebben we een richtlijn ergotherapie bij Parkinson opgesteld, waarin we met z'n allen weten welke kant we op moeten gaan als we Parkinson-patiënten in onze praktijk tegenkomen. De domeinen waarin ergotherapie werkt zijn vooral wonen, dus alles wat met wonen te maken heeft. En dat betekent naar het toilet kunnen gaan, maar ook je administratie kunnen doen, kunnen koken, enzovoort, enzovoort. We houden ons bezig met het domein werken, alles wat met werk te maken heeft. Dus ook het verplaatsen naar het werk en ook daar de administratie kunnen doen. En het heeft te maken met alles wat met vrije tijd te maken heeft. Waar dus heel veel hobby's aan de orde komen, zoals tuinieren of spelletjes kunnen doen, kaarten enzovoort enzovoort. De interventies, de werkwijze van de ergotherapie houdt niet alleen in het adviseren en oefenen met aanpassingen en voorzieningen. Maar wij zullen altijd beginnen met het proberen aanleren van nieuwe werkwijzen, waardoor u uw zelfstandigheid terug zal kunnen winnen. Daarnaast oefenen we vaak met verschillende soorten strategieën, waardoor u weer zelfstandiger zou kunnen worden. En het vereenvoudigen, simpeler maken, veranderen van activiteiten maakt ook vaak al dat u uw eigen dingen weer kunt gaan uitvoeren. Wat we merken in de praktijk is dat het voorlichten, het informeren over wat de ziekte van Parkinson in het dagelijkse leven kan betekenen voor u, een belangrijk onderdeel is van de therapie. Als u weet wat u verwachten kunt en als uw omgeving weet wat ze van uw verwachting kunnen, zal dat het functioneren een stuk makkelijker maken. Daarom is ook altijd degene die naast u staat, de mantelzorger, een belangrijk onderwerp bij onze therapieën. Zij moeten ook leren wat het betekent om Parkinson te hebben. Daarnaast zullen zij op de lange duur ook moeten leren hoe zij op een goede manier met u om kunnen gaan en hoe ze u hulp zouden kunnen bieden. Daarnaast zullen uw persoonlijke keuzes een rol spelen. Uw persoonlijkheid, wat vindt u belangrijk, wat zijn uw normen en waarden, die bepalen wat voor u belangrijk is. Ergotherapie zal dan ook samen altijd met u kijken welke problemen spelen er en heel individueel bepalen wat zal er voor u nodig zijn om te gaan doen in de therapieën.